Vraagstukken oplossen met behulp van goniometrie, level 1. In het eerste vraagstukje komen we Willy terug tegen. Deze keer is Willy gaan valscherm springen. Nu, doordat er een redelijk straffe wind staat, wordt Willy uit zijn oorspronkelijke koers geblazen. Ja? Dus in plaats dat hij op deze plaats terechtkomt, komt hij op deze plaats terecht. En hij, Willy heeft natuurlijk pech, we kennen hem. Ja, dat is een wei waar een gevaarlijke stier in staat. Nu, de vraag die wij willen weten is, hoeveel meter is Willy nu effectief afgedwaald? Daarvoor gaan we eens eventjes gaan kijken naar de oorspronkelijke situatie. Oorspronkelijk gaat Willy mooi naar beneden cirkelend, ja, loodrecht uitkomen van waar hij vertrokken is. Maar, dus door die straffe wind, wordt dus de Willy uit koers geblazen en komt hij dus hieruit. Dus de vraag is, hoeveel meter is Willy afgedwaald? Wel, dan gaat het natuurlijk over deze afstand. Wel, we gaan daar een aantal getalletjes op plakken. Het beginpunt, ja, daar bevindt Willy zich op 1500 meter hoogte. We weten dat Willy 23 graden uit koers wordt geblazen. En hoeveel meter is Willy afgedwaald? Wel, dat gaan we dan x noemen. Wel, om dit vraagstukje te gaan oplossen, gaan we dus een verband zoeken tussen een scherpe hoek van een rechthoekige driehoek en de zijde. Daar gebruiken we dus goniometrische getallen voor. En de vraag die we onszelf dan moeten stellen is, welk goniometrisch getal gaan we moeten gebruiken om dit vraagstukje op te lossen? Alles vertrekt vanuit uw scherpe hoek. Ja? In dit geval is die hoek gegeven. En dan gaan we gaan kijken naar de twee zijden die dat ertoe doen in dit vraagstukje. De 1500 meter, dat gaan we de aanliggende rechthoekzijde noemen. Ja? Dat is een rechthoekzijde, want die maakt deel uit van de rechte hoek. Plus, die ligt natuurlijk aan die scherpe hoek. X, dat is dan de rechthoekzijde die tegenover onze scherpe hoek ligt. Dat noemen we dan de overstaande rechthoekzijde. Als je dan begint na te denken over welk goniometrisch getal het verband uitdrukt tussen de aanliggende rechthoekzijde en de overstaande rechthoekzijde van een scherpe hoek, dan komen we, de O en de A, dan komen we uit op TOA of de tangens. Dan schrijf je altijd eerst je basisformule op. De basisformule, tangens alpha is gelijk aan overstaande rechthoekzijde is gelijk aan aanliggende rechthoekzijde, die schrijf je als eerste op. En dan pas gaan we beginnen met zaken te gaan invullen. Dus we schrijven als tweede stap op dat het de tangens is van 23 graden. De overstaande rechthoekzijde, wel, die moeten we gaan berekenen, die is x. En de aanliggende rechthoekzijde, die is 1500 meter. Ik ga voorlopig de eenheid weglaten. Ja. We krijgen hier nu een vergelijking. Wat dat heel belangrijk is, als je vergelijkingen met goniometrische getallen gaat uitwerken, dat is dat je die tangens van 23 graden, dat je dat als één grote blok beschouwt. Ja? Je gaat dat dus nooit gaan opsplitsen in apart een tangens en apart 23 graden, dat bestaat niet. Het is de tangens van 23 graden, dat is op zich één getal. In mijn volgende stap, als ik x wil gaan berekenen, dan ga ik dus mijn 1500 naar het andere lid brengen. Het is een deling, dus in het andere lid wordt dat een vermenigvuldiging. Nu, ik schrijf die vermenigvuldiging, dat getal, die 1500, voor de tangens van 23 graden. Ik ga duidelijk uitleggen waarom. Ik ga dat eventjes hier doen. Stel dat ik dit zou opschrijven, de tangens van 23 graden. Ja, en stel dat je dan vergeet je gradentekentje te zetten, maal 1500. Wel, dan kan hier verwarring ontstaan tussen die twee getalletjes. Dus dat is niet goed. Daarom zetten we die 1500 steeds voor ons goniometrisch getal. In de volgende stap gaan we dan ons grafisch rekentoestel erbij nemen en we typen letterlijk dit in. 1500 maal tangens 23. We drukken op is gelijk aan en dan zou er op jouw rekentoestel, reken het zeker eens na, 636,7 en zo verder en zo verder moeten komen. Met als gevolg dat wij dus nu weten dat Willy 636,7 meter afgedwaald is. Tot zover level 1.